gevraagd waarom foto's te maken van de 50ste editie van Op Rokkeldijs. Dat is best iets om trots op te zijn. Fotograaf Gerrit de Vries voelt zich dan ook vereerd. Ik heb enorm veel plezier eraan. Ja, en zeker nu ik ook gevraagd ben om foto's te maken voor de organisatie. Dat is helemaal geweldig. Het is de eerste keer. Dus en dan heb je als voordeel dat je ook vooraan mag zitten en een gunstige plek krijgt. Volgens de Vries is dit het evenement van het jaar en het dorp. Het is gezelligheid, het bindt het dorp. Het is internationaal. Het is heel vrolijk gebeuren eigenlijk. Ik probeer hier elk jaar naartoe te gaan. En dat is zeker al wel bijna 20 jaar het geval. Maar in tegenstelling tot de Vries zijn er ook mensen die hier voor de eerste keer zijn. Ik was het al steeds van plan en het was er gewoon nooit van gekomen. Dus nu, nou ja, bij deze. Ja, je moet iets te doen hebben en dan zoek je iets op en dan komt dit in verschiet. Dus dan ga je kijken. 50 jaar op Rokkeldijs, dat zorgt ook voor goede herinneringen bij de Vries. Ja, een aantal jaren terug was hier Venezuela en dat vond ik echt een schitterende groep. Hele mooie dansers en kleurrijk. Uitbundig. En dit jaar, is er dit jaar een echte dansgroep die eruit springt? De Maleisië met de drummers vind ik heel mooi.